Yo mensen van Noemar Gamer, leuk dat we kijken naar deze nieuwe episode van Minecraft Survival Island. Ik heb er persoonlijk weer enorm veel zin in om deze nieuwe video voor jullie te gaan maken. Hopelijk hebben jullie er allemaal weer zin in om deze nieuwe video te gaan kijken. Ik wil jullie als allereerst even vragen om op dat blauwe duimpje omhoog te klikken. Dat motiveert me namelijk enorm om door te gaan wat ik doe. En jullie maken kans om in de Book of Fame te komen. De Book of Fame is een boek in mijn Minecraft Survival Island wereld waar ik allemaal namen schrijf van DMG'ers die een like achtergelaten hebben op een video. En die een leuke reactie hebben achtergelaten. Dus laten wij gelijk even iemand in de Book of Fame gaan zetten. Want degene die er vandaag in gaat komen is Jasper Giezen. En ik ga even kijken of ik het goed schrijf. Het is Jasper en dan Giezen. Niet Giezer, maar Giezen. Ik zou het nog even checken voor de zekerheid. Inderdaad, Jasper Giezen. Gefeliciteerd, jij zit in de Book of Fame. Je bent een echte DMG'er, heb ik gezien aan elke keer dat je reageerde. En natuurlijk aan alle likes die je hebt achtergelaten. Dus heel erg bedankt ervoor. Ik wil jullie dus ook gelijk even vragen om een blauw duimpje achter te laten. En wie weet kom jij in de Book of the Hall of Fame. De vorige video hebben jullie kunnen zien dat ik ben begonnen met het bouwen van de enige echte Miley Cyrus. Zoals jullie kunnen zien staat Miley Cyrus vrij dicht bij mij, wat in principe niet helemaal de bedoeling was, maar dat zorgt er wel voor dat Miley Cyrus dus op dit moment wel voor mij binnen handbereik is, als jullie begrijpen wat ik bedoel. Nee, oké, dat staat helemaal nergens op. Wat ik wel bedoel te zeggen is dat Miley Cyrus dus technisch gezien zometeen mijn hand gaat vasthouden in Minecraft. Ik vind het persoonlijk wel een heel grappig idee. Hopelijk vinden jullie dat ook. En we gaan dus Miley Cyrus proberen af te bouwen in deze episode. Ik heb even wat klein weten te verzamelen offscreen. En ja, inderdaad, ik doe normaal gesproken heel erg weinig dingen offscreen. Alleen omdat Survival Island de afgelopen tijd zo enorm goed bevalt bij jullie, leek het mij wel een goed idee om als soort van beloning gewoon offscreen ook even wat werk te gaan verrichten. Dus verrichten, niet berrichten, maar verrichten. Dus in deze episode gaan we lekker verder met Minecraft Survival Island. Ik heb nog een paar leuke ideetjes aan jullie te vertellen wat ook te maken heeft met de boot hier in Survival Island die eigenlijk nooit echt afgemaakt is. Dus hopelijk gaan jullie dat vet vinden. En uiteraard ga ik vandaag weer vertellen over alle dingen die ik op school heb meegemaakt. Dat was vandaag namelijk weer een woensdag. En normaal gesproken ben ik woensdag pas het 8e uit. Maar gelukkig was het vandaag anders. Ik was namelijk het 7e uit, wat in totaal 2:50 is. Het was namelijk zo dat ICT uitviel. En dat vind ik een beetje jammer natuurlijk, want ICT is wel mijn favoriete vak. Maar het is natuurlijk wel fijn dat het uit is gevallen, want daardoor waren we lekker eerder uit. En ik moet eerlijk toegeven, ik ben liever eerder uit zonder ICT dan later uit met ICT. Dus dat moet ik eerlijk toegeven. Dat schaap zit hier nu echt al enorm lang, maar dat interesseert me niet. Wat gaan we nodig hebben voor het bouwen van Miley? We gaan sowieso nu nog even wat heel erg veel white stained clay nodig hebben. Witte wol, en dat is vrijwel alles wat we momenteel nodig gaan hebben voor het bouwen van Miley Cyrus. Het is ook fijn om even wat rode wol te hebben, dus dat ga ik ook gelijk even meenemen. En als ik dat nou nog niet heb, dan pak ik gewoon even een bloemske en dan kan ik hem daarmee rood maken. Ik ga vandaag geen informatie meer geven over het project waar ik het gisteren over had met jullie. Ik had namelijk gisteren tegen jullie verteld dat eventueel een soort van projectje zou gaan plaatsvinden rondom Doe Maar Gamen. Ik laat ik alvast een kleine spoiler geven. Het heeft te maken met een video. En ik had jullie gisteren verteld dat het ook te maken had met Minecraft. En dat jullie er eventueel aan mee zouden kunnen doen. Dus als het doorgaat, dan zouden jullie het waarschijnlijk heel erg vet gaan vinden. Of het doorgaat, dat weet ik dus nog niet zeker. Daar kan ik nog vrij weinig over vertellen. Maar wie weet, misschien gaat het wel door. En misschien wordt het wel gewoon fucking awesome. Maar eerst ga ik dus even 2 keer rode wol kleuren. Want het is namelijk zo dat ik 2 rode wol ga nodig hebben voor het bouwen van haar mond. Dan heb ik witte wol nodig voor haar ogen. Samen met een blauwe wol. Want ze heeft namelijk lichtblauwe ogen. Eigenlijk een soort van donkerblauw en lichtblauw. Maar ik vind alleen lichtblauw het beste. Dus bij deze heb ik precies genoeg voor. Dan heb ik nog zwart nodig, wat ik ook bij me heb geloof ik. Ik had meer zwarte wol, toch? Of heb ik het nou verkeerd? Oh nee, dat hadden we nog niet zoveel. Nou, dan moeten we alleen nog even wat zwarte wol gaan krijgen door de schapen te knippen. En dan kunnen we lekker verder gaan met Minecraft Survival Island. Maar eerst pak ik nog even wat enderpearls erbij. Want ik heb het idee dat enderpearls vrijwel van belang kunnen zijn in mijn zoektocht naar, of nou niet echt mijn zoektocht, maar naar het komen van het mooie standbeeld van Miley Cyrus. Dus ik pak even wat enderpearltjes erbij. Zoals jullie kunnen zien gaan mijn enderpearls best wel snel onderdoor. Dus we moeten snel weer eens een keer enderpearls gaan verzamelen. Ik heb deze episode weer lekker veel te vertellen, ook rondom onderwerpen die jullie hebben achtergelaten en gestuurd hebben naar mijn Twitter, @dutstuber. De link van mijn Twitter zit in de beschrijving. Ik tweet de laatste tijd heel erg vaak voordat ik Survival Island ga opnemen. Of mensen nog leuke onderwerpen hebben. Dus stel voor jij wil daarbij deel uitmaken. Laat dan even een like achter en volg me even op Twitter. Mijn Twitter staat... Wat? Oh my god, dat is echt retarded. In ieder geval, mijn Twitter staat dus bovenaan of ergens in de beschrijving. Check maar gewoon even de beschrijving en dan zul je mijn Twitter wel kunnen zien. In ieder geval, waar ga ik deze keer dan over hebben? Ik ga deze episode hebben over muziek. Het is eigenlijk een heel basic, maar toch wel sterk onderwerp om het even op die manier te benadrukken. Muziek is namelijk een heel uitgebreid onderwerp. En ik ga het niet zozeer hebben over een bepaalde muziekstijl. Maar ik ga het gewoon eens even in grote lijnen hebben over het hele onderwerp muziek. Dus ik denk dat jullie dit vet gaan vinden. Als allereerst ga ik dus even kijken of ik hier... Oké, dat deed echt maar een 1,5 hartje damage. Dat heb je als je zo enorm veel goede armor aan hebt. Maar eerst ga ik... Ik heb een shears bij me. Die heb ik wel bij me, toch? Ja, ik heb een shears bij me. Dat is mooi. Als allereerst ga ik mezelf dus even naar boven bouwen. Want het is niet echt heel erg handig om dat met een enderpearl te gaan doen. Want de kans is vrij groot dat ik misgooi. En dat ik daardoor weer veel damage neem. Dus de enderpearl weer weg. En al die andere vervelende dingen die we eigenlijk niet willen. Dus vandaar... Ik ga heel even kijken, want ik zit nu dus op dit moment heb ik de BH dus zeg maar gemaakt, hoe raar het ook klinkt. Ik heb de BH af. Zoals jullie kunnen zien ben ik hier op dit is het bovenste gedeelte van de BH, dus ik ga heel even kijken. Dit moet helemaal ingevuld worden met wol, of met white stained clay bedoel ik. Dus dat is in principe niet moeilijk. Maar oké, muziek. Als allereerst ga ik gewoon even vertellen wat voor soort muziek ik luister. Want ik denk dat dat een vraag is van heel erg veel DMG'ers, maar ook van veel mensen die deze video aangeklikt hebben en die hebben gehoord dat ik het over muziek ging hebben. Dus wat is momenteel, want ik zeg momenteel omdat ik vaak een beetje wissel in muziekstijlen. Maar wat is momenteel, even channel 4, oké, dat is mooi. Wat is momenteel mijn favoriete muziekstijl? Ik denk dat momenteel mijn favoriete muziekstijl dubstep is. En dan heb ik het min of meer niet echt over die dubstep muziek die echt fucking hard is, maar meer een beetje over de blijere dubstep muziek, om het even op die manier te benadrukken. Persoonlijk ben ik dus eigenlijk vrijwel een dubstep fan. Ik vind muziek best wel awesome. En mijn favoriete DJ die het maakt, om het even op die manier te benadrukken, dat is Skrillex. Skrillex, zoek hem maar een keer op YouTube. Ik vind het echt een motherfucking baas, moet ik eerlijk toegeven. Ik ga even kijken hoeveel ik naar beneden moet. Oké, ik moet door tot en met het eerste blokje van mijn onderbroekje. Dus ik ga heel even kijken of ik daar veilig kan komen zonder dood te gaan. Ik pak daarvoor heel even mijn shears erbij, want anders zie ik mezelf zo meteen wel weer eraf vallen. Dat zou een beetje jammer zijn. Dus we moeten doorgaan tot en met deze. Tot en met die, ja. Dus dan is het zo plof. Plof. Oké, tot daar moet de andere arm komen. Dat is mooi. Maar in ieder geval, dubstep. Dat zegt niet dat ik alleen maar dubstep muziek luister. Ik ben namelijk iemand die eigenlijk alle muziek in alle soorten muziekstijlen kan ik wel wat vinden. Dan moet ik wel toegeven dat ik persoonlijk niet de allergrootste fan ben van de iets emotionele muziek. Zei ik dat goed? Emotionelere muziek. Dus van dat hele zielige muziek dat gespeeld op een viool. Dat vind ik persoonlijk helemaal niets. Dat moet ik eerlijk toegeven. Maar eigenlijk vind ik vrijwel heel veel muziekstijlen, daar zie ik wel wat in. Dat ik kan zeggen van, nou weet je, ik kan me er wel in vinden dat dat jongen of dat meisje die muziek leuk vindt. Dus dat moet ik eerlijk toegeven. Daar heb ik wel respect voor. Ik kan altijd wel een bepaalde muziekstijl kan ik altijd wel weer wat vinden. Maar momenteel is dus mijn favoriete muziekstijl Skrillex. En even één tip voor alle mensen die een bepaalde muziekstijl hebben die ze zelf luisteren. 1. Laat je muziekstijl niet veranderen door mensen die daar nare opmerkingen over geven. 2. Zorg er ook voor dat niet alleen jij respect krijgt voor je muziekstijl, maar dat jij ook andere mensen respecteert voor hun muziekstijl. Want dat is natuurlijk, ik bedoel, ieder die heeft zijn eigen muziekstijl. Tenminste, jij kan bijvoorbeeld houden van dubstep, terwijl ander houdt van wat romantischere muziek. En ik vind dat je eigenlijk respect moet hebben voor alle soorten muziekstijlen. En dat is puur mijn mening. En misschien is jullie mening anders, dat maakt mij ook niet uit. Ik bedoel, ieder zijn mening. Dit hebben we verkeerd gedaan. Hij moet tot en met de onderbroek, dat hebben we niet gedaan. Hij moet dus nog ietsje naar beneden. Hij moet tot en met hier. Awesome. Ik zat al aan het kijken van hoe kan dat nou weer. Maar blijkbaar moet dat toch gewoon hier. En ja, dan moet het dus hier helemaal doorgezet worden. En we gaan dus elkaars handjes vasthouden, zoals ik al zei. Even kijken of dat er mooi uit gaat zien. Daar heb ik namelijk nog niet echt over nagedacht. Maar in ieder geval, het is niet alleen dat ik alleen maar dubstep luister. Want het hangt ook een beetje af van mijn gevoel. Als ik bijvoorbeeld heel erg blij ben en ik heb een leuke dag gehad. Ik zie dat ik weer bijvoorbeeld de 30.000 abonnees, of niet weer. Maar dat ik bijvoorbeeld een bepaald aantal abonnees heb bereikt. Dat ik zie dat mijn video's heel goed bevallen. Dan ben ik eerder geneigd om wat vrolijkere muziek te luisteren. Ik heb momenteel niet echt zo 1, 2, 3 een onderwerp. Voorbeeld, maar dan ben ik eerder geneigd om wat vrolijkere muziek te luisteren dan dat ik bijvoorbeeld dubstep ga luisteren. En even een goed voorbeeld van dubstep die een beetje een soort van vrolijk is. Zoek maar even op Skrillex en dan moet je schrijven Scary Monsters and Nice Sprites. Dat is een muziekje van Skrillex en dat is een beetje een iets rustiger dubstep muziekje. En er zit natuurlijk wel een drop in, dus als je zeg maar zo'n drop krijgt met zo'n hele harde beat. Maar ja, dat heb je eigenlijk altijd in dubstep en dat vind ik altijd wel een beetje awesome aan dubstep, om het even op die manier te benadrukken. Dus dat moet ik wel toegeven. Het is niet zo dat dubstep heel erg rustig is en kalm. Nee, dat is het niet. En dat kan ik jullie nu al vertellen. Als je houdt van wat rustigere en kalmerende muziek, moet je niet bij dubstep gaan zoeken, want dan zit je meestal verkeerd. Maar ja, misschien vind jij kalme muziek en dubstep mooi. Dat kan natuurlijk ook. Ik bedoel, ieder soort dingen. Je kunt bijvoorbeeld ook houden van romantische muziek en heavy metal. Ik bedoel, ik heb het nooit gezien bij iemand, maar het zou maar zo kunnen. Misschien, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wat is jullie favoriete muzieksoort? Laat het hier beneden eens even weten in de comments. Ik ben echt vrij benieuwd wat voor muziek, maar de meeste kijkers van Doe Maar Gamen luisteren. Dat is gewoon even een soort van iets waar ik nieuwsgierig naar ben. Dus laat het eens hier beneden even weten in de comments. Ik ben echt enorm benieuwd wat jullie favoriete muzieksoort is. Dus laat het even weten. Momenteel is denk ik de jeugd van tegenwoordig toch wel heel erg geïnteresseerd in de dubstep muziek. Dus zeg maar wat heverige muziek die niet heel erg, maar een beetje wel boom, boom, boom. Jullie kennen het wel. Ik persoonlijk ook, maar ik zou bijvoorbeeld het nieuwe nummer van Katy Perry, ik geloof die War heet. Als ik die hoor op de radio, dan ben ik niet echt zo van, oh, snel wegzetten. En ik persoonlijk durf ook eerlijk te zeggen dat ik nummers vet vind. Bijvoorbeeld, even een goed voorbeeld, heel veel jongens die maken altijd heel veel muziek belachelijk van Justin Bieber en One Direction. Laat ik het zo zeggen, ik vind hun muziek niet fantastisch. logisch en goed. En ik zou het niet zo 1, 2, 3 in mijn vrije tijd gaan luisteren. Maar ik zou het ook niet erg vinden als het opgezet wordt en mij bij zijn. Ik zou er gewoon naar kunnen luisteren en dus misschien nog wel van kunnen genieten ook. Want ik vind dat muziek vind ik niet heel slecht. Het is niet mijn soort, maar ik vind het niet heel slecht. En ik respecteer het ook als mensen het goed zouden vinden. Want ik moet zeggen, sommige nummers van Justin Bieber van The Weeknd hebben toch nog wel een catchy beat. Moet ik eerlijk toegeven. En elke jongen die maakt zulke muziekstijlen wel belachelijk. Dat is gewoon een feit. Hè? Elke jongen die maakt wel eens een keer One Direction of Justin Bieber belachelijk. Doe ik ook, weet je. Maar dat doe je gewoon, weet je. Dat is gewoon iets wat jongens doen. En meiden maken bijvoorbeeld dubstep belachelijk, weet je. En jongens die maken ze nu en dan eens een keer One Direction belachelijk. Moet je tegen kunnen, weet je. Vind ik dan. Ik vind dat je daar gewoon tegen moet kunnen. Oh, ik ben echt gelukkig dat ik hier interview, anders was ik waarschijnlijk dood. Maar in ieder geval, ik vind het een beetje moeilijk om te multitasken als ik iets aan het bouwen ben. Dat heb ik jullie al vaker verteld. Maar ik vond het in principe op dit moment vrij goed gaan. Dus mijn favoriete muziekstijl momenteel is dubstep. En het moraal van het verhaal is, respecteer niet alleen je eigen muziekstijl, maar respecteer die ook van anderen. En natuurlijk kan het zijn dat jij bijvoorbeeld de muziekstijl van Jantje echt kut vindt. Maar laat het dan niet gelijk merken en zeg gewoon, oké, nou, tof dat je dat leuk vindt. Ik bedoel, ieder zijn ding. Fijn om te zien dat mensen verschillende soorten meningen hebben. Zo heel saai zijn als elke persoon, zeg maar, dezelfde mening en dezelfde kleding zou dragen. Het is leuk dat er, naar mijn mening, ik vind het leuk dat er variaties in de kleding van mensen, etcetera. En dit ziet er best wel retarded uit. Die had ik het beter even dat ik die Miley Cyrus arm even wat dunner kan maken, denk ik. Dan zal het wel goed zijn. Dus ik maak ze even iets dunner. Ik heb geen zin om dat hele fucking standaard wel af te breken. Maar we maken er gewoon even één lijntje in. Dan heeft Miley Cyrus linkerarm is dan maar gewoon wat dunner. Dan zeggen we gewoon dat ja, weet ik veel, de masturbeerarm is. Dat ze daar zoveel mee gemasturbeerd heeft dat het vet heeft verloren. Ik heb echt geen idee waar ik het over heb. Maar we maken er maar gewoon even een mooi verhaal van. Nee, maar in ieder geval, dat is even waar ik het daarover hebben. Muziek, ik hoop dat jullie het eens zijn met mijn mening erover. Als jij mij wil corrigeren en jij mijn mening wil verbeteren naar jouw mening, kun je het hier beneden altijd in de comments doen. Ik ben altijd benieuwd wat de mening is van jullie over mijn mening. Klinkt een beetje moeilijk zo, van jouw mening over mijn mening. Maar misschien vind jij mijn mening wel nergens op staan en denk je van, ja, maar Job, je mag toch zelf weten of je iemands muziekstijl belachelijk maakt. Waarom zou dat nou niet mogen? Nou, dat is misschien jouw mening en dat mag jij vinden. Ik bedoel, ik heb niks tegen meningen. En natuurlijk zijn er ook meningen waarvan ik denk, are you being serious? Is dat jouw mening? Oh, dat is echt idioot. En dan zeg ik dat niet, maar dan denk ik dat. Heel simpel, ik heb dat vaak zat onder video's en dat ik denk van, why? Waarom, weet je? Dat heb ik vaak zat, maar dan ga ik daar gewoon niet op reageren. Ik bedoel, ik ben iemand die gewoon eerder naar de positievere kanten kijkt van het leven. Klinkt heel erg poëtisch en allemaal andere shit. Maar ik ben iemand die dus op positieve reacties reageert dan op haatreacties. Ik bedoel, het is voor mij heel makkelijk. Ik heb de macht over mijn eigen kanaal. Dus als ik denk van, dat jochie daar, die heeft aandacht tekort, dan is het heel simpel verbannen van kanaal. Klaar, weet je. Als het dan echt buiten de lijn is, hè. Ik bedoel, als jij je mening geeft, ga ik je niet verbannen van mijn kanaal. Dat zou natuurlijk nergens op staan, maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Oké, we hebben het weer gehad over muziek en nu gaan we ons richten op de game. Want daar heb ik namelijk ook nog een aantal dingetjes over te vertellen. Laten we dus beginnen met het kijken. Ik had namelijk ook wat kleine furnaces gedaan. Dus die ga ik gelijk even bijpakken. Kunnen we namelijk even verder gaan met het standbeeld. En ik had het dus over mijn boot gehad in het begin van de video. Dat ik daar nog even wat over wil zeggen. Want waar heb ik het nou mee ingedaan? Heb ik het helemaal hier ingedaan? Ik had het toch klein gedaan? Niet. Dat is apart. Ik weet toch bijna zeker dat ik er klein in had gedaan. Was het dan toch niet zo? Heel apart. Ik weet bijna zeker dat ik kleine furnaces had gedaan. Misschien is het op een of andere manier weggegaan. Mijn Minecraft is namelijk net gecrashed. Heel apart. Ik was namelijk in mijn Survival Island wereld. Ik wou net gaan opnemen. Ik zou zo van, yo, mijn ad crashen die. Heel retarded. Ik weet ook niet hoe het komt, maar dat was wel zo. Maar ik wil in ieder geval even wat laten zien. En wat ik eigenlijk nodig heb voor het hele idee is een dispenser. Nu hoor ik veel mensen denken, Job, een dispenser. Waarom heb je nou weer een dispenser nodig? Ik zou het zo even laten zien. Ik ga eerst even een dispenser proberen te maken. Ik heb het zelf echt heel erg lang niet gemaakt. Maar ik denk dat het in principe wel moet lukken. Ik heb namelijk het idee dat je er een bow voor nodig hebt. Dat weet ik niet zeker, maar ik geloof het wel. Dus een bow gaan we maken. En we hebben er geloof ik redstone voor nodig. Dus we pakken eerst even één redstone. Zo. Oh, was er ook precies eentje hier lachen. Hartstikke mooi. En dan hebben we een bow nodig. En dan bedoel ik geen enchantment bow. Dat heeft namelijk geen Miley Cyrus. Ja, gelukkig is er toch nog een Miley Cyrus in de game. Voor de mensen die niet weten waar ik het over heb, check even de vorige episode van Survival Island. Check even de afspeellijst in de beschrijving en check dan even de vorige dag. Was geloof ik dag 186 of 87. Het was namelijk zo dat mijn hond Miley Cyrus is overleden. Zo jammer. Maar ja, dan kun je niet alles hebben zoals ik dat altijd zeg. Dus vandaar een beetje jammer. Maar ja, weet je. We hebben nog onze mooie bow die Miley Cyrus heeft. Dus daar ben ik in principe hartstikke blij mee. Wat we dus nodig hebben is een bow. En dat is een bow zonder enchantment. Dus eerst pak ik even wat strings. 1, 2, 3. En dan moet ik ook even wat sticks hebben. Zitten die hierin sticks? Ja, nice. En dan 1, 2, 3 sticks. Zo. Maak even snel een bow en dan gaan we even een dispensertje maken. Ik heb het echt nog heel erg lang niet gemaakt hoor, een dispenser. Ik weet niet eens of ik überhaupt wel een keer een dispenser heb gemaakt. Vast wel een keer. Maar dat is dan echt zeer waarschijnlijk super lang geleden. Want ik maak zulke soort dingen nooit. Ik ben nooit zo redstone fanaat om het even op die manier te benadrukken. Ik hou meer van de bouwwerken. Gewoon lekker simpel. Niet te veel redstone. Weet je? Nee, dan heb ik gewoon niets mee. En sommige mensen wel. Maar ik denk dat jullie hem allemaal voelen hangen. Ik wil eens even kijken of ik op een andere manier in die onderwaterbasis kan komen. Het is namelijk nu zo Het ziet er gewoon zo slecht uit. Kijk dan, het lijkt net alsof er een soort van iets van haar fucking BH afkomt. Ik heb echt geen idee hoe je het kan benadrukken, maar het ziet er heel apart uit. Maar we moeten er zo meteen even een lijntje erin maken, weet je. En dan maken we er wel een mooi verhaal van waarom de linkerarm dunner is van Miley Cyrus dan de rechter. Weet je, ik heb geen idee, maar we zien het wel. In ieder geval, wat ik even wou doen, want we hebben nu zeg maar elke keer het probleem dat we een gat moeten maken in de buis om erin te komen. Dus wat ik dacht is van, wat nou, dat is iemand trouwens die het in de comments achterliet, ik weet niet meer wie het is, maar als jij dit kijkt en jij hebt het gedaan, thanks, echt awesome. Maar ik weet niet of het werkt, dus ik kan eigenlijk nog niet echt zeggen, ik kan je nog niet echt bedanken, want ik weet dus niet of het werkt. Maar iemand zei, Job, je moet een dispenser neerzetten, en ik weet nog niet of die goed staat, nee, het staat niet goed. Nou, dat maakt ook helemaal niet uit, je moet een dispenser neerzetten, dan moet je enderpearls in doen, dan doe ik er even eentje. Dan moet je een lever maken, of dat zei hij niet, maar hij zei, gebruik een dispenser met enderpearls om jezelf in de buis te teleporteren. Dus ik neem aan dat het op deze manier moet. Dus dan maak ik even een lever. Kan ik die maken? Heb ik sticks? Heb ik geen sticks? Ah, het leven is hard. Het leven is bloedhard. Oké, kan ik een stick? Ik ben ook gewoon zo lui dat ik gewoon echt... Heb ik echt geen sticks? Of ben ik gewoon weer blind? Ik ben waarschijnlijk gewoon weer blind, maar dat maakt niet uit. Ik pak gewoon even hier wat hout. Ze zullen het nooit doorhebben. Oké, we moeten de sticks hebben. Heb ik echt een sticks? Voordat ik het zo meteen weer in de comments is van... Ja, Job, je had wel sticks. Waarom doe je dat nou? Oké, nou, misschien had ik ze wel, maar dan heb ik het even niet gezien. Ze zeiden van, Job, maak een lever. Nou, bij deze, een lever. Ik weet bijna alle crafting recipes in Minecraft en dan moet je dit doen. Nee, dat werkt dus niet. Dat is het enige wat niet werkt, dat werkt niet. Dat is niet zoals het hoort, neem ik aan. Maar hoe doen ze dat dan? Er is toch een mogelijkheid om zoiets te doen? Dat je zeg maar een enderpearl ergens af... Want wat dus een beetje het probleem is, is ik weet nu niet hoe ik... ik kan trouwens wel gewoon het volgende doen. Ik kan wel even een gat in de buis maken. Gewoon heel random misschien, maar gewoon een gat zo. En als het goed is, kan ik mezelf er dan wel in krijgen. Dus gewoon even één gat in de buis maken, dan kan ik mezelf er tenminste wel in tp'en. Want we moeten namelijk nog even wachten tot de trampoline werkt. Ik had er namelijk wel een hele mooie reactie over gezien. Alleen op dat moment had ik niet zoveel tijd om er ook daadwerkelijk mee bezig te zijn. Ja, dit is dus ook niet de efficiëntste manier. Laten we het er maar op houden dat we dit een andere keer gaan verbeteren. Maar even om terug te komen op het schip waar ik het al eerder in deze episode over had. We hebben namelijk ooit een schip gemaakt. En persoonlijk ben ik niet zo van het bouwen van decoratieve dingen, maar dat maakt even niet uit. We hebben ooit een schip gemaakt en dat schip dat ligt ergens hier zo. Ik weet niet waar die ligt, maar hij ligt hier wel vlakbij. Waar is ook weer het schip? Ik weet toch zeker dat hij hier ergens lag. Maar ik ben momenteel heel even kwijt wat nou de precieze plaats was van het schip. Dus ik zal even van wat dichterbij gaan zoeken. Ja, hier is het schip. Nou ja, een schip kun je het niet echt noemen. Dat moet ik eerlijk toegeven. Maar het komt erop neer. Wat ik dus dacht is, wat nou als wij hier een soort van pilaar gaan maken. Van pak hem eens bij het, I don't know, sprucewood. En dat we dan gewoon met wol... een soort van zeildraag gaan maken. En ik heb wel enig idee hoe je zo'n zeil maakt. De kans is heel klein dat hij ook daadwerkelijk symmetrisch wordt. Maar ik denk wel dat ik het kan. Wat mij dus een vet idee leek. Ik zou het jullie even van dichtbij te laten zien. Ik had namelijk een heel vet idee. En ik weet niet of het werkt, maar het zou heel erg vet kunnen zijn. Dus wat ik ga doen, ik ga heel even kijken of het mogelijk is. Ik gooi mezelf er dus even in. Huh. Ga ik dit halen? Ik ga dit halen of niet? Ja, dit ga ik halen hoor. Dit ga ik halen hoor. Ja. Ah, ja, ik ben erin. Awesome. Wat mij dus een goed idee leek is om deze boot dus af te gaan maken. Want het is in principe, weet je, het is een boot. En dan kun je zeggen van, ja, maar Job, er zit een foutje in. Dat weet ik, er zitten absoluut foutjes in. Maar geen foutjes die het erg maken. Je kunt het gewoon nog overzichtelijk maken. Alleen het probleem is, dit is een project wat ik ooit ben gestart. Een hele tijd geleden, misschien wel in de beginfase van Survival Island. Alleen, ik heb het nooit afgemaakt. Dus wat mij een vet idee leek is om dit schip ooit een keer af te gaan maken. En wat we dan kunnen doen, dan kunnen we hier gewoon kamers in gaan maken. Dan kunnen we er misschien voor kiezen. En dat was dus eigenlijk mijn hele idee. Om hier een soort van gat te maken. Dus gewoon heel random hier zo in het midden een soort van gat bij 2x2. En dat gat dan helemaal doorgaat tot en met het bedrock niveau. En dat ik daar dan een hele lange gang ga maken. Wat dan een galerij gaat worden. Dat leek mij persoonlijk namelijk een fucking awesome idee. Dat je een soort van schip hebt. En dan een geheime kamer in dat schip. Met bijvoorbeeld trapdoors eroverheen. En dat je zodra je die trapdoors open doet en erin springt. Dat je dan zeg maar shines hebt waar water boven hangt. Dat je dan zeg maar het idee krijgt van water, lava, water, lava, water, lava. En dan uiteindelijk water. En dat je dan in een gang terechtkomt. Van allemaal paintings hangen. Die ik dan allemaal al naam kan geven die jullie in de comments achterlaten. Het is inderdaad een heel erg apart idee van een geheime gang met een galerij in een schip. What the fuck? Het leek me wel leuk om gewoon eens een keer iets heel erg creatiefs te doen wat waarschijnlijk nog geen één Nederlands YouTuber heeft gedaan. Dus dat leek mij een vrij awesome idee. Als jullie het ook een vet idee vinden, laat het dan hier beneden even weten in de reacties. En dan gaan we nu verder met Miley Cyrus. Dus dat wil ik even vertellen. Dus ik ben benieuwd wat jullie willen zien naar het Miley Cyrus project. Want het is namelijk dat zodra wij Miley Cyrus af hebben, dan hebben we niet echt meer een project openstaan die wij af moeten maken. Dus dat was heel even mijn vraag. Van, hebben jullie enig idee van wat jullie mij echt nog willen zien doen of zien maken in Minecraft Survival Island? Ik sta namelijk voor de meeste dingen wel open. Dus het is een beetje jullie keuze. En dat klinkt misschien raar, van onze keuze, het is toch jouw let's play? Dat klopt, alleen het is een soort van jullie keuze, moet ik eerlijk toegeven. Jullie zijn diegenen die dit in jullie handen hebben, dus ik wou het gewoon even mededelen. Laten we even gaan vissen, want we moeten nog steeds puffervisjes hebben, omdat we anders niet echt verder kunnen gaan met het verzamelen van klei. Kijk, dat schaapje dan. Oh, zo fucking genius dat het schaap er echt nog steeds rondloopt. Maar in ieder geval, dat is dus wat ik jullie even wou vertellen. Van jongens, als jullie een vet idee hebben voor een nieuw project hier in Survival Island, laat dat dan hier beneden weten in de comments. Want het is eigenlijk vrij simpel. Ik hoef alleen nog maar Miley Cyrus af te maken. En dan hebben we weer een soort van lege plek voor iets wat we kunnen gaan doen. Als jullie denken van, Job, we willen je graag verder zien gaan met het schip. Dan vind ik het goed, dan wil ik dat best doen. Maar als jullie denken, Job, ga weer eens een keer een nieuwe kamer maken. Nou, dan vind ik dat ook goed. Dan gaan we gewoon een nieuwe kamer maken. Ik bedoel, waarom niet? Als jullie dat een goed idee vinden. En ik zoek eigenlijk ook nog iemand die goed is in het maken van texture packs. Ik zoek namelijk iemand die één ding in het texture pack zou kunnen veranderen. Ik ga nog niet zeggen wat er veranderd moet worden. Maar ik zoek iemand die gewoon even in bijvoorbeeld een dagje, maar hooguit 2, gewoon even een bepaald item kan veranderen in het texture pack van Minecraft. Dus gewoon het devil texture pack kan veranderen, zodat er zeg maar iets aan toegevoegd wordt. Als jij een persoon kent die dat kan, laat het dan even hier beneden weten in de comments. En natuurlijk gaan er nu heel erg veel mensen hun Skype achterlaten en schrijven dat hun het ook kunnen. Laat ik het zo zeggen, ik voeg je niet zomaar toe op Skype. Dus dat zou fijn zijn als je even een soort van voorbeeld had van iets wat je eerder hebt gemaakt aan texture packs of wat de fuck dan ook. Want ik heb momenteel namelijk echt even iets nodig wat de let's play van Survival Island enorm awesome gaat maken. Dus vandaar. Dan weten jullie dat ook gelijk. Maar momenteel is dus eigenlijk alleen maar hetgeen wat we af moeten hebben met Miley Cyrus standbeeld. En ik moet even een klein lijntje weghalen tussen onze armen. Anders lijkt het net alsof we aan elkaar Siamese tweeling. Oh my god, dat is zo slecht. Ik ben gewoon letterlijk nu een Siamese tweeling samen met Miley Cyrus zonder hoofd. Want haar hoofd is nog steeds niet af. Maar dat is een beetje een probleem. Want ik had offscreen namelijk een klein beetje klein verzameld. Maar blijkbaar is dat weggespand op een of andere manier. Dus ik ga waarschijnlijk een heel klein beetje klein nog verzamelen offscreen. Normaal gesproken doe ik echt nooit het offscreen. Maar de afgelopen tijd is het zo dat ik sommige dingetjes wel offscreen ga doen. Puur om de serie leuker te maken en aangenamer maken voor jullie. Om naar te kijken. En hopelijk knallen jullie daar even een like voor. Voor de rest, was er nog iets. Ik wou vandaag eigenlijk een video online gooien om 3 uur. Die is niet online gekomen. Vandaag is namelijk JobSpiel Minigames online gekomen. Want het was eigenlijk de bedoeling dat er wat anders online zou komen. Dat heb ik toch maar niet gedaan in verband met copyright. Ik moet nog even navragen of het mogelijk is. Sommige mensen zullen al een beetje kunnen raden wat het is. Het is geen voice-over, want daar heb ik namelijk een apart kanaal voor gemaakt. Maar sommige mensen zullen al een beetje kunnen raden van, joh, wat is het? Maar dat zul ik vanzelf wel een keer, zullen jullie vanzelf wel gaan ondervinden wanneer het ook daadwerkelijk online mag komen. Maar wat heb ik vandaag meegemaakt op school? Daar wou ik het natuurlijk nog even over gaan hebben. Ik heb vandaag eigenlijk vrij weinig meegemaakt op school. Het enige, dat is een heel speciaal wonder dit. Stinky Stan stinkte niet. Tenminste, hij stonk minder. Het was zo namelijk dat hij aftershave en kauwgom in had genomen. Oh, nice, een pufferfish. Hij had geen aftershave ingenomen. Zo'n beetje raar zijn. Dan zou je namelijk helemaal stoot en wous van worden. Maar hij had in ieder geval kauwgom ingenomen. Dat rook ik namelijk. En aftershave, daar was ik echt heel erg blij mee. Want wij hebben namelijk een leraar. Dat is onze rekenleraar. Ik ga zijn naam niet noemen, uiteraard. Alleen die rekenleraar, die vindt het fijn om ons het stuipen op het jaag te lijven. Om ons het stuipen op het lijf te jagen. Met zijn heerlijke geur. En dat is vrij irritant, kan ik jullie vertellen. Dat is echt heel erg irritant. Maar blijkbaar doet hij dat dus elke keer weer. Maar op een of andere manier heeft hij er toch voor gekozen om zijn stank een beetje te gaan verminderen. Door kauwgom in te nemen en wat aftershave op te doen. Waar ik natuurlijk enorm blij mee ben. Dus een dikke shout-out naar jouw rekenleraar. Hij is wel een baas hoor. Hij is in principe wel aardig. Kan ik het zo benadrukken? Hij is apart, maar hij is wel aardig. Ik bedoel, aparte mensen kunnen ook aardig zijn. Kijk naar mij. Nou, grapje. Nou, jullie begrijpen wat ik bedoel. In ieder geval, Stinky Stan stinkt niet meer. Hell yeah, hopelijk blijft dat zo. Voor de rest heb ik morgen een paasviering op school, waardoor ik lekker vroeg uit ben. Dus mijn vraag is aan jullie. Jongens, welke vette dingen willen jullie nog zien in Minecraft Survival Island? Dat is één van de 2 vragen. Laat het weten in de comments, laat ik het zo zeggen. Deze keer gaan we het even anders doen. De volgende keer gaat er iemand in de Book of Fame komen die een vet idee heeft achtergelaten voor iets wat ik in Minecraft Survival Island kan gaan doen. Dus laat hier beneden in de comments een vet idee achter voor iets wat ik moet gaan bouwen, moet gaan afmaken, moet gaan verzinnen. In ieder geval voor Survival Island. En wie weet zet ik jou dan de volgende video in de Book of Fame. Dus dat is eigenlijk vrijwel wat ik ga doen. Dus iemand die een leuk idee heeft voor iets wat ik kan gaan maken in Survival Island. Die komt de volgende episode in de Book of Fame. En dan moet je wel een like achter hebben gelaten trouwens. Dat moet sowieso. Dus vandaar. Dat zou ik heel erg vet vinden. Voor de rest heb ik dus morgen maar een heel kort dagje school. En ga ik dus waarschijnlijk nog heel veel vette content voor jullie opnemen. Voor de rest heb ik vandaag ook een wiskundetoets gehad die jammer genoeg heel erg slecht ging. Ik had namelijk een tijdje geleden 1,9 gehaald voor wiskunde. Kan namelijk omdat ik geen geodriehoek mee had. En de wiskundeleraar die vond het niet zo aardig. Die was niet zo aardig om mij toch nog een beetje uit nood te helpen. Dus ik heb maar wat shizzle ingevuld. Vandaag was het zo dat ik ook wiskunde had. We hadden namelijk een toets. En in principe kende ik die toets vrij goed. Ik zat naast Niels. En ik had met Niels afgesproken van elke keer wanneer ik op de tafel doet, dan kijkt hij naar links. Of in ieder geval, dan wisselen we antwoorden uit. Dat is een beetje sneaky natuurlijk. En ze hoort het eigenlijk niet, maar ik doe het ook nooit hoor. Daar wil ik even bij zeggen. Normaal gesproken ben ik iemand die altijd alles goed leert. Alleen wiskunde, jongens, het ligt mij niet helemaal. En ik moet toegeven, als ik het goed leer, dan kan ik het wel. Alleen, dit klinkt misschien een beetje mijn problemen afschuiven op iemand anders. Maar de wiskundeleraar, oftewel meneer A, die legt het heel slecht uit. Ik heb ook ooit een andere wiskundeleraar gehad. Toen haalde ik alleen maar goede cijfers. En dan bedoel ik ook echt 8 en 9's. Maar sinds we meneer A hebben, gaat het bij mij echt zo. Met wiskunde dan. Hè? Met alle andere vakken ga ik gewoon heel goed. Maar met wiskunde gaat het wat minder. Maar op een of andere manier hoorde Niels mij niet. Want ik heb het echt helemaal zo gedaan. Ik zei, Niels, hé, luister eens. Gast, luister eens. Maar hij zei dat hij me niet hoorde. In eerste instantie was ik niet echt zo boos of zo. Maar ik vond het jammer. Want ik dacht namelijk dat hij me aan het negeren was. En ik dacht van, gast, weet je, ik help je ook altijd. Waarom help je mij niet? Maar hij hoorde me niet, had hij gezegd. En ik geloof hem daar ook in. Want ja, weet je, vrienden hoort te vertrouwen. En ik vertrouw hem ook. En daarom weet ik ook dat hij me niet echt hoorde. Dat vind ik wel jammer. Want daardoor heb ik nu waarschijnlijk een 1. Want het was namelijk zo dat deze jongen zo slim was om weer zijn geodriehoek te vergeten. Dus daarom was het zeg maar zo dat ik al het lot van mijn wiskunde carrière lag in Niels zijn handen. Hij had namelijk een geodriehoek en hij wist antwoorden, zei hij tenminste tegen mij. Dus ja, ik moest wachten tot hij zijn geodriehoek kon geven aan mij. En dat was rond het einde van de les. Dus ik heb heel snel die toets zitten afraffelen. En ja, voordat ik het wist was ik helemaal van me apropos en was ik helemaal niet meer geconcentreerd. Dus zeer waarschijnlijk heb ik deze toets niet heel erg goed gemaakt. Vind ik jammer, maar ja, nu heb ik weer geleerd. Wat is het moraal van dit verhaal? Neem altijd alle benodigde spullen mee wanneer jij een wiskundetoets hebt. Anders ga jij de mist in. Met andere woorden, de volgende keer wanneer ik weet dat ik een wiskundetoets heb, dan neem ik in ieder geval mijn geodriehoek, mijn rekenmachine en een liniaal mee. Zodat er geen dingen meer mis kunnen gaan. En een geodriehoek en een liniaal hebben eigenlijk dezelfde dingen. Maar dat interesseert me niet. Ik wil het een beetje spectaculairder maken door meerdere dingen op te noemen. Dus weten jullie dat ook gelijk. In ieder geval, jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze nieuwe episode van Minecraft Survival Island. Hopelijk vond je deze video leuk. Ik ga offscreen waarschijnlijk een klein beetje klei verzamelen. Het enige wat ik eigenlijk nog even moet doen is het lijntje weghakken tussen de armen van mij en Miley. Voor de rest, ja, hoop dat jullie even een leuk iets achterlaten voor wat ik kan gaan bouwen in de Survival Island wereld. Dus als jij een leuk idee hebt voor iets wat ik moet gaan maken, verzinnen of bouwen in de Minecraft Survival Island wereld, laat het dan weten in de comments. Laat een like achter. En wie weet, zie jij volgende episode jouw naam verschijnen in de Book of Fame. En ik heb momenteel dus echt even hele vette ideeën nodig voor dingen die ik wil gaan bouwen. Ik vind dat galerij-idee wel een leuk idee, moet ik eerlijk toegeven. Alleen dan gaan we wel weer een klein beetje dat onderwaterbasisprobleem krijgen. Dat we zeg maar weer de hele boel moeten gaan opvullen. Wat een klein beetje vervelend is. Dus ik denk dat ik nadat ik mij die af heb toch wel even bezig ga met het doen van een ander project. Voordat ik verder ga met het maken van de onderwaterbasis. Maar toch, alle ideeën worden gerespecteerd en gewaardeerd. Dus laat mij een leuk idee weten. Volg me op Twitter, @dutstuber, staat in de beschrijving om op up-to-date te blijven. Van alles wat ik doe rondom YouTube. En ook als ik dus vragen stel over Survival Island of andere series, kun jij er dus voor zorgen dat jij erbij bent en mij een beetje kan helpen. En dat, ja, dat vind ik gewoon super vet. Dus zorg ervoor dat je mij volgt op Twitter. Mijn link staat in de beschrijving van mijn Twitter. Dus vandaar. Zo. Oké, even kijken hoor. We moeten even kijken dat social media is 1, 2, 3, 4. Oké, 4 dat moet die zijn. Dan moet ik deze dus weghakken. Oh nee, heeft ze wel een heel dun armsken. Als ik hem hier weghak, dan hebben ze allebei 3. Ziet dat er goed uit, denken jullie? Ik ga gewoon even kijken. Ik ga gewoon even een kijkje nemen. En anders moet ik het maar even aanpassen. Wel een lange arm. Lange vaparm. Oh, die gaat bijna dood. Oh, die shit. Ik ben ook helemaal niet aan het opletten, hè. Die Skelly daar. Dan moet ik ook even de code. Heb ik een bow bij me? Met pijlen? Ik heb geen bow bij me met pijlen. Ofwel. Ik ben echt gewoon... Nee, ik ben niet blind. Maar ik heb het dus blijkbaar niet. Hoewel. Nou, dat valt er best mee, hoor. Nee, dat valt mee. Dat valt mij niet heel erg op, weet je. Het is natuurlijk wel een klein verschil. Laat zien dat je zegt van, oh my god. Nee, dat valt niet echt heel erg op. Het is een beetje een dun armpje. Ik weet het. Maar het is niet echt dat je zegt van, oh my god, Job, het valt enorm op. Valt heel mee. Dus jongens, bedankt voor het kijken van deze video. Voor je blijft dan even een like achter. Dat zou ik echt super tof vinden. Dan wil ik jullie bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie de volgende keer weer met een nieuwe episode van Minecraft Survival Island. Wat morgen precies om 7 uur weer is, hier op Noemar Gamen. Laat een leuk idee achter voor wat ik nog kan doen in Survival Island. Laat een like achter. Reageer op de video. Abonneer op Noemar Gamen. En dan zeg ik... Ciao!